In deze film weer een beetje aandacht voor bridge. Bridge heeft namelijk de hele handige eigenschap dat je bestanden heel mooi kunt hernoemen en kunt kopiëren. En dat kan gewoon eigenlijk in één keer. En ik zal je in deze film uitleggen hoe dat gaat. Ik heb hier een serie foto's en die wil ik dadelijk allemaal hernoemd hebben in een andere map. En laat ik eerst even een andere map aanmaken door gewoon in een leeg stuk met rechts te klikken en te kiezen voor een nieuwe map. En die noem ik dan hernoemd. In deze map wil ik dus dadelijk al mijn foto's die je hier ziet hernoemd hebben met een andere structuur. En dat doe ik heel simpel. Ik selecteer eerst gewoon alle foto's. En nu ga ik naar het menu voor te hernoemen. En daar zijn drie manieren voor. Je kunt er met rechts op klikken. En dan moet je hier kiezen voor naam wijzigen in batch. Of het kan hierboven bij extra naam wijzigen in batch. Of met de sneltoets Ctrl, Shift en R. En je krijgt dan het volgende venster voor je neus. En hierin kun je een aantal keuzes maken. Je hebt om te beginnen een voorinstelling. Nou, als je een bepaalde setting hebt gemaakt, zou je die op kunnen slaan en voortaan bovenin heel snel kunnen kiezen. Als je met meerdere instellingen werkt, kan dat heel interessant zijn. Je hebt vervolgens het doel waar je uit kunt kiezen. Je kunt bestanden hernoemen en in dezelfde map. Dat overschrijft je originele bestandsnaam. Je kunt ze hernoemen en verplaatsen naar een andere map. Dat betekent dat wel de originele bestandsnaam overschreven wordt en dat ook de locatie verandert. Of je kunt gewoon zeggen kopiëren. Nou, en dan blijft je origineel natuurlijk gewoon intact. En ik kies in dit geval voor kopiëren naar andere map. En bij bladeren kun je dan op het juiste mapje klikken. Nou, dat is in dit geval gebeurd. Dan heb je daaronder de manier waarop je nieuwe bestandsnaam opgebouwd gaat worden. En daarin heb je eigenlijk verschillende opties. En zoals je ziet heb je eigenlijk gewoon drie kolommen. Je hebt aan de linkerkant hetgene wat je wil gaan doen. Je hebt in de middenkolom hetgene wat jij in wil gaan vullen. En aan de rechterkolom heb je eventueel nog wat kleine variabelen. Daarnaast staan plusjes en minnetjes waarmee je dingen weg kunt halen en dingen kunt toevoegen. En wat je dus eigenlijk gaat doen, je gaat langzaamaan een bestandsnaam opbouwen. En ik ga het gewoon even met je doornemen stel je voor ik wil mijn bestandsnaam beginnen met uh, bijvoorbeeld de datum nou dan ga ik hier bij het labeltje tekst ga ik kiezen voor datum en tijd en ik wil de datum waarop de foto gemaakt is nee laten we de, uh, laten we de datum van vandaag kiezen en dan heb je aan de derde kant dus de optie hoe die datum is opgemaakt en er staat in dit geval mmdd en 4 J. dat betekent dat het maand dag jaar is en het is vandaag 13 november, dus dat zou zijn 11-13-2018. Dat is eigenlijk heel onlogisch voor een datum. Zeker als je hem gaat verwerken in een bestandsbenaming. Want zou je ze bijvoorbeeld netjes willen sorteren, dan kun je dat eigenlijk gewoon beter eerst op jaar, dan op maand en dan op dag doen. Dus ik kies voor JJMMDD. Vervolgens wil ik daar een uh, underscore in hebben. Spaties, dat werkt niet altijd even makkelijk. Dus ik kies het label Tekst. En bij teksttype zet ik underscore. En hé, hey, die stond daaronder als derde regel ook al. Nou, die haal ik gewoon weg. En vervolgens wil ik uh, als derde de naam van mijn model hebben. Dus ik maak weer een label teksttype aan en ik noem dat Lianne. De vierde regel is een underscore weer. En tot slot wil ik een vijfde regel toevoegen met een nummer. Dus ik klik op het plusje. Dan komt er een labeltje onder. En daar kies ik een volgnummer. En in dit geval, het zijn maar 23 foto's, dus twee cijfers is voldoende. En zo wil ik mijn naam opbouwen. Dus dat betekent dat ik eerst de datum heb. Dan heb ik een underscore, de naam van mijn model, weer een underscore en een volgnummer. En dat zie je hieronder ook. Je ziet bijvoorbeeld de huidige bestandsnaam. Dat is zoals het uit de camera komt. En daaronder zie je dus de nieuwe bestandsnaam zoals het wordt. Nou, eventueel kan ik bijvoorbeeld zeggen van, hey, dit gaan we opslaan in een voorinstelling. En dan heb ik hierboven bijvoorbeeld de optie om die te kiezen. Of ook weer om te verwijderen. Dit is een eenmalig iets, dus dat is eigenlijk gewoon niet nodig. Druk ik nu op naam wijzigen, dan gaat Bridge aan de slag. En eigenlijk is dat ook gewoon best snel gedaan door Bridge. Ondanks dat dit gewoon 23 bestanden zijn uit een 50-megapixel camera, is die daar toch wel rapjes doorheen. En klik ik nu op de map hernoemd. Dan zie je dat daar gewoon al die bestanden weer staan. Maar dat ze dus gewoon keurig hernoemd zijn. Maar al mijn instellingen, zoals de sterretjes en dergelijke. dat blijft dus allemaal gewoon behouden. Het zijn dus gewoon echte kopieën. En zou je voor gewoon verplaatsen kiezen. dan ben je dus gewoon af van de originele foto's. Hoeft op zich niet getreurd te zijn. Want je kunt ook, als ik bijvoorbeeld nog even terug ga. zeggen van: nou, weet je wat? Doe er nog een underscore bij. En nog een regel. Dan zet daar gewoon ook de bestandsnaam terug in. En dan zie je gewoon. Dat die daar ook gewoon weer bij komt. En zo kun je dus heel makkelijk bestanden hernoemen in Bridge en gewoon verplaatsen naar een andere locatie. Tot zover, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en doei doei!